Dat je een beetje in vorm blijft en gewoon blijft oefenen alsof er publiek bij is. En ja, een beetje in shape te blijven, nieuwe dansvlasjes te ontdekken. Je wilt het publiek ook wat nieuws bieden. En daarom is het belangrijk te oefenen. Hop. Een vloer heb je om te gebruiken. Dus het is niet erg als je af en toe een beetje vies wordt. Nou. Het lijkt een beetje alsof de keuken nu mijn grote podium wordt. Zo het normale. Het alledaagse. Terwijl ik altijd zoek naar die grote meeslependheid, is soms de gewone dag ook al meeslepend genoeg. Je wil helemaal niet kijken naar mensen die normale dingen doen. Want dat is... Dat herkennen we te veel. Dat komt eigenlijk veel te dichtbij zo. Iemand die gewone dingen doet. Ik denk dat mijn rol als artiest is het activeren van de fantasie van mensen. Of de romantiek. De kleine sfeer. Die we allemaal in onze emotie en fantasie wel kennen, maar geen toegang tot durven vinden, omdat die onbereikbaar lijkt of misschien eng is of te dichtbij komt. Dus daarom ben ik liedjes gaan maken die over de basis gaan. Omdat ik wil laten zien dat die dingen er misschien... niet altijd lijken te zijn of niet altijd belangrijk gevonden worden, maar wel heel belangrijk zijn. Een plant of een boom of een, ja, hoe zou ik het zeggen, de liefde.
Ja, het is natuurlijk wel een nieuwe kant waar ik ben ingeslagen met het nummer. Strijkers, dus, iets klassiekers, romantisch. Bij het horen van een viool krijg ik meteen kippenvel. Zo komt het binnen. Het is natuurlijk in het Frans, de taal die vuil in romantiek verandert. En geluiden van de wind door de bomen. De natuur. Het is de basis van ons. Op een bepaalde manier de schoonheid. De ware liefde. Hé, hey, maar Martin. Ja? Wat nou als de ware liefde helemaal niet bestaat? Wat dan?